En zo werd het 30 augustus. En op 30 augustus was het vreselijk mooi weer, moet ik zeggen. En de goede opletter heeft gezien dat hier nu één plank mist. Dat klopt. Want die hangt nou in het toiletje. Maar ik wou ook even laten zien dat ik al behoorlijk opgeschoten ben. Ja. Dus ik heb er een enorme hoeveelheid stenen weer uitgetrokken. En wat wel vreemd is, is dat deze deur niet meer dicht gaat. Hallo. Kijk. En dat gaat ook niet op slot. Meer. Dus dan moet ik maar even naar laten kijken. Kijk, die kar hier is al bijna vol. Nou. Dus, komt allemaal uit de tuin. Nou ja. En toen heb ik ook even een plankje opgehangen. Dat moest al een tijdje. Maar mijn grote vriend Frans, Stevens, die had steeds een stukje hoeklijn niet. Tenminste, niet de maat die ik nodig had. En dat had hij van de week wel. En toen heb ik dat netjes op maat laten zagen. Je hoort de hele tijd dat ik laten en zal en weet ik veel wat doen. Want ik doe verrekte weinig zelf. Behalve gaatjes in de muur boren, wat ik vandaag gedaan heb. En heb ik een oude eikenplank. Ik heb die hier van Mark. Een oude eikenplank. En er staat een oud stuk hout op. Dit is versteend hout, heb ik al een keer verteld. Nou, deze plankje heb ik opgehangen. Ja, nou... heb ik het idee dat die plank kleiner is dan die bak. Dus ik weet niet of dit nou wel de bedoeling is. Maar anders is dit dus het gootje. Ja, dat ding. En hier komt nog een plank onder. Ja, daar heb ik al het millimillium profiel voor en geboord en zo en klaar. En hier heb ik de laser. Ik moet alleen even weten hoe hoog die moet komen. Ja, nou, verder heb ik eigenlijk helemaal niks. Nee, morgen ga ik nog een stukje in die tuin lopen prutsen. En de tweede plank ophangen. En dan denk ik dat ik morgen ook maar weer... dat de dag morgen ook wel zo omgaat. Ja, jongens, ik zou zeggen prettige avond.